Met zijn akoestiek van wereldniveau kan de Elisabethzaal met gemak enkele toporkesten bekoren. Er stroomden zelfs zoveel concertaanvragen van orkesten binnen dat de Philharmonie en de Singel besloten om de handen in elkaar te slaan. Wij voelen ook, sinds dat we gelanceerd hebben dat we hier grote concerten kunnen doen, dat er ineens aanbod binnenkomt van dingen waar we alleen maar hadden kunnen van dromen, zoals het concert van vandaag. We vonden dat deze zaal ook echt een internationale programmering verdient. En wij hebben heel veel internationale contacten, maar misschien niet de know-how en de kennis van een presentatiehuis zoals de Singel. Voor de Singel is het een unieke kans om naast het symfonische aanbod wat we in onze eigen blauwe zaal aanbieden, is veel groter te kunnen gaan. De Vlaamse overheid steunt de samenwerking met per seizoen €400.000 aan subsidies over een periode van 5 jaar. En dankzij de samenwerking die de Vlaamse overheid nu honoreert aan de Singel en de Philharmonie gaan we een aanbod naar Antwerpen kunnen halen wat nooit eerder hier was. Dus de Antwerpenaar gaat een rijker en een nieuw topaanbod krijgen in eigen stad op deze mooie plek. De samenwerking komt niet alleen de muzikale Antwerpenaar ten goede, ook de toeristische sector zal de vruchten ervan kunnen plukken. Je bent hier vrij snel vanuit Amsterdam, Rotterdam, Parijs zelfs, om met de trein hier te stoppen, naar een concert te komen, te blijven in een weekendje in Antwerpen. Heel veel Nederlanders doen dat trouwens, ook al voor concerten en voorstellingen in de Singel. Het London Philharmonic Orchestra komt naast vele anderen en naast het aanbod van de Blauwe Zaal in de Singel en de Philharmonie in de Elisabethzaal.